Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik een video voor jullie, een nieuwe video, een Q&A. En dit is de tweede Q&A die ik heb gedaan op mijn kanaal. Ik zit ook weer voor de verandering heel even ergens anders. Ik zit in mijn woonkamer. En voordat ik de vraag krijg wat er met mijn haar is gebeurd. Ik ben afgelopen woensdag ben ik naar de kapper geweest. Voor jullie is dat... Nee, helemaal niet woensdag. Ik ben zaterdag naar de kapper geweest. Dat is voor jullie eergisteren. Dus ja, en aan het einde van deze video zit er ook een winactie. Dus ben je benieuwd wat je kan winnen? Blijf dan vooral kijken naar deze video. Dan gaan we beginnen met de Q&A. En apenstaartje Mary _ vraagt leukste vakantie ooit. Ik denk toch wel Zuid-Frankrijk, waar ik dus helaas dus niet heb gevlogd. Wat ik best wel jammer vind. Maar dat is echt mijn vakantieland ever. Mijn favoriete vakantieland waar ik ooit ben geweest. Want ja, we zaten zeg maar in een huisje en je had daar een zwembad. We keken echt op het zwembad uit en op de palmbomen. Echt super nice. Dus ja, dan weer van dezelfde mooiste wat je ooit hebt meegemaakt. Wat ik ooit heb meegemaakt, leuks. Ik denk toch wel... Ja... Geen idee eigenlijk. Ik heb geen idee. Het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt. Ik denk toch wel dat ik Be Brave. Dat ik naar Be Brave ging en dat ik daar mijn nieuwe vrienden heb ontmoet ofzo. Dan vraagt weer dezelfde Mary _ beste vriendin of vriend. Nou, van vriend is het Renor en van mijn beste vriendin is Jamira. Oké, okay, leukste ervaring met Be Brave. Dat ik, zeg maar, wat was het nou? Oh ja, bij dat ik pers mocht zijn bij Westlandse Cross. Staat trouwens een vlog online, dus ben je benieuwd hoe die dag is verlopen? Link staat in de beschrijving. Dus ik denk dat dat wel het leukste moment is. Leukste ervaring bij het figureren in de film Fashion Chicks... Ik denk toch wel dat nachtlab, want daar waren we echt gewoon tot 2 of 3 uur s'nachts bezig. Het was super leuk met, ook met de jongens en zo, dat was super chill. Dus dat, wat vind je het lelijkst aan jezelf? En dit vraagt http://deemm. Ik denk toch wel om mijn oren, want ze best wel biggie zijn. En voor de rest, geen idee. Oké, dan vraagt hetzelfde meisje weer glitterboeren of snoepscheten. Allebei niet. Want ja, oké, als ik echt moest kiezen, glitterboeren. Lijkt me best leuk als je, dat je echt een glitterwaas krijgt. Super nice. Dan heb ik nog meer vragen. Een heel leven zonder YouTube of een heel leven zonder vrienden? Ik denk een leven zonder YouTube. Omdat... Je alles kan vastleggen en zonder dat je het op YouTube zet. Maar ik kan niet eigenlijk kiezen tussen deze twee dingen, want ja, het is allebei leuk. Oké, elke dag naar Be Brave of altijd op straat slapen? Nou, dan denk ik toch wel elke dag naar Be Brave. Dan vraagt iemand, wat vind je van het nieuwe nummer van Justin Bieber? En dan staat erachter, hashtag what do you mean? Nou, ik heb het liedje nog niet geluisterd. Dus ik ga nu het liedje luisteren. En dan geef ik gewoon mijn eerlijke mening. Justin Bieber. What do you mean? Oké, ik ga luisteren. Wie is de beste freestyler van Nederland? Een waanzinnige competitie waarin de meest uiteenlopende freestylesport is een beste... Oké, ik vind het best wel een goed nummer. Ik ga hem niet helemaal luisteren omdat ik dan anders auteursrechten krijg op mijn video. Maar volgende vraag. Favoriete kleur is groen en bordeauxrood. Deze kleur groen. Ik weet niet of die heel erg goed overkomt op camera. Maar ik vind deze kleur wel echt heel erg awesome. Wat is van de kleur groen je lievelingseten? Oeh, ik denk toch wel
dopertjes, omdat ik het echt lekker vind. Dan gaan we over op de Twitter vragen. Dat zijn er 6. Oké. Vraag nummer 1, dus van Twitter, is van apenstaartje Durado YPL. Met wie van die Braves zou je gaan chillen of shoppen? Dan denk ik dat ik Samuel, Diony of Kai zeg. Ja, ik denk dat ik die 3 zeg. Sinds wanneer ben je fan van Be Brave en wie is je favo? Nou, ik heb geen favoriet, want ik vind ze allemaal, ik vind ze alle 5 echt heel erg aardig. En sinds wanneer ben je fan van Be Brave? Het eerste optreden waar ik heen ging was 10 mei en dat was de eerste date tour. En dat was in het Paard van Troy in Den Haag en toen dacht ik zo, nou weet je, ik ga daar gewoon heen. En sindsdien ben ik maar blijven gaan. En dat was super nice. Dus. En ik heb best wel veel vrienden, nieuwe vrienden leren kennen door hen. Dus daar ben ik wel trots op. Oké, Karima vraagt, ben je blij met de mensen die je tot nu toe hebt gemiet? En zo ja, wie allemaal? Ja, ik ben echt super blij met wie ik allemaal heb gemiet. Ja, Karima natuurlijk. Hoe heet ze nou? Marika, Loe, Shema, Jaika. Binnenkort ga ik ook naar een weekend Duinruil. En dat ga ik natuurlijk ook vloggen. En die vlogs komen eind september online. Dus daar ben ik echt super blij mee. En ja, ik ben echt blij met iedereen die ik heb ontmoet daar. Oké, volgende vraag. Wie is je beste vriend of vriendin? Nou, dat heb ik al gezegd. Renor en Jamira. Ben je liever een zeester in een zee of een opblaaskrokodil in het zwembad? Ik denk dat ik toch wel een opblaaskrokodil ben in het zwembad. En de laatste vraag. Hoe zou je heten als je een meisje was geweest? Nou, heel grappig. Ik had Quinty geheten als ik een meisje was geweest. En mijn zusje had dus geheten als ze een jongen was. Jamie. Dus dat, ja. Mijn moeder kon dus niet kiezen. Maar, okay. Dan gaan we over op de winactie. Ik heb een pakketje van Skin Treat. In de goodiebag ooit een keer gekregen, maar ik gebruik ze niet. Dus ik kan er iemand anders blij mee. Zo. Nou, dan gaan we over op de winactie. Ik heb van Skin Treat, heb ik ooit een keer in een goodiebag gekregen, 3 producten. Maar ik gebruik ze nooit. En ik vind het zonde en dus ik kan jullie er ook blij mee maken. Als eerste heb ik de Mr. Handsome Hair & Body Wash SOS Hunk Alert. Deze kan je winnen en dit is een Hair & Body Wash. En dan heb ik 2 keer de Put Your Hands All Over Me Midas Touch Handcreme. En deze heb ik 2 keer voor jullie. Dus dit pakketje kan je winnen maken op deze winactie. Je moet als eerste geabonneerd zijn op Jiba My Life. Hieronder een dikke duim omhoog doen. Mij een tweet sturen met de hashtag Jiba My Life winactie. Of het kan ook op Instagram met een soort collage. Dan maak je meer kans als je een collage maakt. Maar iedereen heeft gewoon evenveel kans. De sluiting is op, even kijken, op 10 september. En sluit om 12 uur in de middag. En dan ga ik de winnaar bekendmaken op mijn social media. Dus veel succes met de winactie. En ik zie jullie de volgende keer weer in een brand nieuw video. Dus tot de volgende keer. Doei doei!